Laten wij samen lezen de profeet Jesaja, hoofdstuk 61. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden zijn en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal uw dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Alle die hen zien zullen, zullen hen kennen. Dat zij een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des huils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Gemeente, wij beseffen ook in deze dag dat als een kleed zal het al verouderen. Niets kan hier zijn stand behouden. Door de tijd die alles schendt. We beseffen het. Onze kleding kan nog zo duur zijn. Misschien heel veel voor betaald, maar het wordt toch ouder. De kleuren vervagen. De gaten vallen erin. Onze jassen, onze pakken, onze mantels. Het gaat allemaal uiteindelijk naar de voddenboer toe. Er blijft niets van over. En zo is het ook met deze wereld. Deze wereld wordt oud. De gaten vallen erin. Er is zoveel vervaging. Het gaat naar het einde toe. Wat een vergelijking. Doch hoe duurzaam zij ook schijnen, eens zal al hun glans verdwijnen. Dat geldt ook voor onszelf. Bij het ouder worden vallen de gaten erin. En wordt duidelijk dat we hier niet blijven kunnen. Deze laatste dag van het jaar staan we onder andere stil bij de kortstondigheid van het leven. Maar ook kijken we terug en kijken we vooruit. En ik dacht zo, wat zou het mooi zijn als we als het jaar konden afsluiten op een goede wijze. En op een goede wijze het nieuwe jaar konden ingaan. Kortstondigheid van het leven, ja. Maar ook wat zou het groot zijn als we
onze oude kleren konden achterlaten vandaag. En nieuwe kleding mochten aandoen om het nieuwe jaar in te gaan. Dat we niet droevig het oude jaar zouden verlaten, maar verblijd. Dat er een hoge, heerlijke volheid en vrolijkheid zou zijn in het laten gaan van deze tijd, van dit jaar, en het ingaan van het nieuwe jaar. De tekst die erover gaat is uit Jesaja 61, het 10e vers. Mocht de Heer dat geven vandaag. Jesaja 61, vers 10. Ik ben zeer vrolijk. In den Heere mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Tot zover. Het thema van vanmorgen: de vreugde van het dragen van nieuwe kleren. Jong mensen, kinderen, het gaat vanmorgen over de vreugde in het dragen van nieuwe kleren. Drie gedachten. De oude kleren zijn maar vodden. Worden oud, versleten en vuil. In de tweede plaats, de nieuwe kleren zijn de nieuwe kleren der gerechtigheid. Zoals we zien in onze tekst. De mantel der gerechtigheid. En in de derde plaats, de grote vreugde om die te dragen. De vreugde van het dragen van nieuwe kleren. De oude kleren zijn maar vodden. De nieuwe kleren der gerechtigheid. En de grote vreugde om die te dragen. Kinderen, jong mensen. Het is altijd mooi als je nieuwe kleren krijgt. Voor de zondag of voor de week. Je kijkt in de spiegel. Het staat je goed. Het is een zegen dat de Heer dat nog geeft, dat we nog kleding mogen hebben. En wat zijn we er trots op? Wat zijn we er blij mee? Laat daarover nadenken. Kleding. Adam en Eva, hadden die ook kleren aan? Jassen en rokken en pakken? Nee, voor de zondeval droegen ze helemaal niets. Het was immers nooit te koud. En nooit te warm. En nooit te tochtig. En er was ook geen schaamte. Het was zo'n onwetendheid aangaande de zonde. Er waren geen vuile gedachten die in hen konden opkomen. Het was alles zo bijzonder harmonieus en vlak tussen Adam en Eva. Geen kleding was er nodig. Geen kleding der schaamte. Na de zondeval is het anders geworden. En zij bedekten zich met vijgenbladeren. Om zich de naaktheid te bedekken. En we zien al in het begin van de Bijbel, in Genesis 3, dat kleding een symbolische betekenis krijgt. We lezen over een gewaad des lofs. We lezen over de mantel der liefde. En we lezen ook in onze tekst over de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils. Er was ook verschil in kleding. Er was een priesterlijk gewaad en een koninklijke mantel en bruidskleding en kleding typisch mannelijk en kleding typisch vrouwelijk.
Maar waar we altijd weer terechtkomen is dat we van nature vuile klederen hebben. Vlekken en gaten en vuiligheid is overal te vinden. We lezen in Jesaja 64, vers 6, een paar hoofdstukken verder, wat onze gerechtigheden zijn. Doch wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij vallen al af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Zie onze gerechtigheden, onze beste werken, onze godsdienst is te vergelijken met een wegwerpelijk kleed. Wat is een wegwerpelijk kleed? Dat is een doekje, dat is een kleed, dat is een jas die je niet eens wil aanraken. Die gooi je eruit, die kun je niet meer verdragen. Het stinkt, het is afschuwelijk. Ik heb erover getwijfeld of ik het zou zeggen. Ik zou het in bedekte termen zeggen. Het woord dat hier staat voor wegwerpelijk kleed, dat is in de Bijbel verbonden met de maandelijkse gang van de vrouw. En wat daarvoor nodig is. Wegwerpelijk kleed. Onze gerechtigheden, een wegwerpelijk kleed. Hebt u dat al erkend? Dat onze beste werken stinken en vies zijn en vuil zijn en wegwerpelijk zijn? Een wegwerpelijk kleed. We proberen ons te kleden. Mooi te kleden voor de mensen. We kunnen ons niet mooi kleden voor de Heer. Het blijft afschuwelijk. En hoe kunnen wij verschijnen voor God met een wegwerpelijk kleed? Dat hoort bij het nieuwe leven. Bij dat te erkennen. Om zo een blijde boodschap te brengen voor de zachtmoedigen. Om zo de gebrokenen van hart te verbinden. En vrijheid uit te roepen aan degenen die gebonden zijn. Zie dan of u denkt het is. Wat uw gerechtigheden zijn. Waardeloos. Zijn wij waardeloos? Even wachten. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Maar wij zelf zijn niet waardeloos. We zijn het niet waard om naar de hemel te gaan. Dat is waar. We hebben onszelf onwaardig gemaakt, Gods zegeningen. O, zeker. Maar zijn wij waardeloze mensen? Als u waardeloos zou zijn, dan zou ik zeggen, mens, ga naar huis dan. Waardeloze mensen, er is geen hoop voor. Maar waardeloos betekent dat je geen ziel zal hebben. Maar wij zijn gemaakt naar Gods beeld. En Gods gelijkenis. En niemand, jonge mensen, al ben je nog zo depressief, ben je nog zo down, ben je nog zo ziek, ben je nog zo hard. Je bent niet waardeloos. De Heer heeft geen lust in je dood. Hij heeft geen lust in je ondergang. Dus je moet het onderscheiden. Je gerechtigheden en je zonden zijn wegwerpelijk. Maar wij zelf hebben een kostelijke ziel. Voor de eeuwigheid. Met name als mensen depressief zijn, lopen ze hier soms vast. En denken ze dat ze in de kerk horen dat ze waardeloze mensen zijn. Je bent niet waardeloos. Je bent natuurlijk een kostelijk mens. Je bent een ziel voor de eeuwigheid. We hopen dat je tot God bekeerd mag worden.
Je hebt dat nodig. Het kan nog voor de grootste zondaar. Maar we hebben het niet verdiend. We staan met lege handen. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Het grootste probleem is dat we niet geloven. Een wegwerpelijk kleed, zoals ik dat heb proberen uit te leggen in vage termen, daar moet je toch niet aan denken. Is het zo vies met mij? Ben ik zo'n vuilak? Ik gedraag me toch netjes. Ja, in ons hart liggen al die zaden van de boosheid. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden. En heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ziet u, wij hebben nieuwe kleren nodig. Hoe zou je dit jaar 2023 kunnen verlaten? Met oude kleren. Mochten we die oude kleren achterlaten? Mochten we nieuwe kleren aandoen? Mocht de Heer dat zelf doen? Maar dan moet je eerst beseffen natuurlijk wat er aan de hand is. Dan moet je eerst beseffen dat je klederen zo vuil zijn. Dat geven de Heer. En ik weet wel eens mensen die zeggen dan, ja, maar dat is geen voorwaarde. Geen voorwaarde. Maar wat bedoelt u? Voorwaarde betekent voor mij twee dingen. Een voorwaarde is dat je aan voorwaarden moet voldoen om een goed cijfer voor te krijgen. Wel, niemand van Gods kinderen krijgt een voldoende. En ze geven zichzelf ook geen voldoende voor de ellendekennis die ze hebben. Ze zeggen niet, oh, ik heb zo'n prachtige, goede ellendekennis, waar ik mezelf waardig mee maak voor de Heer. Dat zeggen Gods kinderen niet. Maar voorwaarde betekent ook iets anders. Als er geen zuurstof zou zijn in dit gebouw, zouden we allemaal flauw vallen en sterven. Er moet zuurstof zijn. Dat is een noodzakelijkheid. Geen voorwaarde van verdiensten, maar van noodzakelijkheid. En zo is het noodzakelijk om je schuld te erkennen. Om bij de Heer terecht te komen en zeggen, Heer, van al die jaren, ook van dit laatste jaar, 2023, allemaal onrein, onrein. Mijn beste werk zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat te bekennen is nodig en nuttig. Nee, geen goed cijfer ervoor. Maar wel echt. Oprecht. En leidend naar het doel, naar de gerechtigheid van Christus. Oude kleding. Laten we gaan naar onze tweede gedachte. Nieuwe klederen. Jesaja 61. 10e vers. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Ziet u? Het gaat over bekleed worden met de klederen des heils. Met de klederen van verzoening. Met de klederen van vergeving. Met de klederen van betaling. Daarmee bekleed worden. En een mantel der gerechtigheid. De gerechtigheid van God. De gerechtigheid van zijn trouw. De gerechtigheid van zijn zoon. En er zou heel veel meer over te zeggen zijn. Wat een troost dat er zo'n mogelijkheid is om van klederen te veranderen. Om wisselklederen te krijgen.
Daar gaat het nog wel eens over in de Bijbel. De Heer Jezus haalde dit hoofdstuk aan, las dit hoofdstuk voor in de synagoge van Nazareth. En hij sprak over dat zeer vrolijk en over die mantel der gerechtigheid. We lezen het ook in Zacharia 3. Ik zal het u voorlezen. Zacharia 3, vers 3 en 4. Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stond, zeggende: doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hen: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En ik zal u wisselklederen aandoen. Is dat niet bijzonder? De engel zei: doe deze vuile klederen van hem weg. En de hoge priester Jozua mocht nieuwe kleren aandoen. Dat is een geweldige omwenteling. Dat is een geweldige gebeurtenis. Wat een verandering. Niet dat daardoor de mens beter wordt, maar de zonde wordt voor ons aangezicht bedekt. Romeinen 4, vers 6 en volgende. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent, zonder werken. Zeggende: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeten zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Het jaar uit met nieuwe klederen, met een vrolijkheid. Of het jaar afsluiten zonder oplossing, met je vuile klederen en zonder God in de wereld staan en geen hartelijke vreugde in God te hebben, maar het alles te missen, dat is wat. Doe deze vuile klederen van hem weg. Is dat uw wens? Is dat uw hoop? Is dat uw verwachting? Zou u dat blij maken als de Heer zou zeggen: de jas eruit, ik heb een nieuwe jas voor je, een nieuwe mantel der gerechtigheid, en die hang ik over jouw schouders heen. Nou zie je er zo anders uit. Nou ben je zo'n ander mens. Dan zie je de gerechtigheid Gods erin. De gerechtigheid van de Heer Jezus. Zijn zonde. Hij heeft geen zonde. Hij heeft geen schuld. En zonder die zonde en zonder de schuld bedekt worden met de gerechtigheid van Christus. Ik zal je wisselkleden aandoen, maar hij zal ook de zonde niet toerekenen. Hij vergeeft die zonde. En uiteraard, u weet wel, dat betekent dat het hier gaat over de mantel van de gerechtigheid van Christus. De Heer Jezus heeft geen zonde gekend en geen zonde gedaan. En zijn gerechtigheid en zijn zondeloosheid is een mantel. Hier zie je een verbinding met kerstfeest. Luister maar naar de Heidelbergse Catechismus, zondag 14... vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat heb je eraan? Wat heeft de mens aan de geboorte van Christus? Wat heeft de mens aan de heilige ontvangenis van de Heer Jezus? Zonder zonde. Wat heb je eraan?
Wel, luister maar. Dat hij onze middelaar is. Ja, en verder. En met zijn onschuld. De onschuld van de Heer Jezus, met zijn onschuld. En volkomen heiligheid. Volkomen heiligheid. Mijn zonde, waarin ik ontvang en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dus de Heer Jezus bedekt voor zijn kinderen, bedekt met zijn onschuld en met zijn heiligheid hun zonde. Hij bedekt ze met zijn kleding, de mantel der gerechtigheid doet hij om hen heen. Dus zodoende lijken Gods kinderen op de Heer Jezus. Want het is zijn mantel. Het is zijn onschuld. Het is zijn heilige ontvangenis. En nu lijkt het net alsof Gods kinderen de Heer Jezus zijn. Net zo schoon. Net zo blank. Net zo behagelijk. Christus. Opdat ik hem mogen gewinnen. En hem gevonden worden. Wat een zaligheid als de Heere zegt. Doe die oude jas maar uit. En ik geef u de mantel der gerechtigheid. Want die kleding die je aan hebt zijn zo vaal. Het zou het mooi zijn als je zo deze dienst kon verlaten. Deze dag achter je kon laten. En vannacht kon zeggen. Ik mag verblijd het jaar uitgaan. Van dingen zijn opgelost. Maar als het nog niet opgelost is. Dat is zo jammer. We lezen erover ook in Openbaring 19, vers 7 en 8. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden. Met rein en blinkend het fijn lijnwaad. Want het fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Ziet u? Het is op veel plaatsen in de Bijbel. Dat we mogen lezen van die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En van die mantel der gerechtigheid. Ook Bunyan spreekt erover. In de kistenreis. Jullie kennen de geschiedenis aan jonge mensen. Christen heeft de stad verderf verlaten. En is uiteindelijk terechtgekomen na veel omzwervingen. Bij de poort. Bij de nauwe poort. Hij is door die poort heen gegaan. Hij zei, mag ik nou mijn last afleggen? Nee, nog niet. Als je straks bij het kruis komt, dan zal daar het pak van je rug afrollen en het verdwijnen. Nou, dat punt. Dat punt dat Christen bij het kruis komt. Toen stond hij een poosje stil. Ik vat even samen. Toen stond hij een poosje stil. Want het verbaasde hem dat het zien op het kruis hem zoveel verlichting gaf. En hij keek weer. En hij bleef kijken zodat de fonteinen van zijn gezicht, zijn ogen, het water over zijn wangen bleef uitgieten. En als hij daar stond te kijken en te huilen,
kwamen er drie lichtende verschijningen. Drie engelen. Die zeiden tot hem: vrede zij jullie. En de eerste engel zei: uw zonden zijn u vergeven. En de tweede zei: hier zijn wisselklederen voor u. Hier is andere kleding, hier is een mantel der gerechtigheid voor je. En de derde engel gaf hem een zegel op zijn voorhoofd. Zie, niet al Gods kinderen komen in die dingen even ver. Sommige van Gods kinderen komen niet verder dan door de poort te gaan. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is zaligmakend. Maar sommige van Gods kinderen hebben het meer in detail. Hebben daarin een groei doorgemaakt. Langzamerhand is de diepere kennis gekomen. Of met schokken en vallen en opstaan. En is er een nieuw licht gevallen over het kruis. Het zien op het kruis gaf zo'n verlichting, zoveel blijdschap. Dat is best een hele omwenteling. En ik denk niet dat zo'n beleving per se maar één keer kan voorkomen. De Heer kan het ook herhalen en de smaak er opnieuw van geven. Maar we zouden wel kunnen zeggen, ook tot Gods kinderen in deze dag. Misschien heb je iets gezien van de geboorte van de Heer Jezus in deze maand. Zijn onschuld en zijn heiligheid. Maar vraag om dieper inzicht naar het kruis en naar de nieuwe kleding van de Heer Jezus Christus. Dat er een meer vrolijkheid zou zijn. Meer heilige opgewektheid zou mogen zijn. En je anders het jaar uit zou mogen gaan. En met rust het nieuwe jaar mocht ingaan. De Heer regeert. Hij geeft nog een gewaad des lofs. Staat dat niet in vers 3? Van het hoofdstuk, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad is lof voor een benauwde geest, omdat zij genaamd voor de eikenboom der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt wordt. Ziet u, het gewaad is lofs. Mocht Heer het gewaad is lofs, het gewaad van zijn eer. Het gewaad van psalmen zingen. Mag de Heer dat geven ook in deze dag. In plaats van de treurigheid. In plaats van de benauwde geest. Nieuwe kleren. We hebben gesproken over die oude kleding. Zo over de nieuwe kleding. Laten we ook spreken over het dragen van die kleding en de vrolijkheid van het dragen. Die oude, vuile kleding moet uit. En nieuwe kleding aangetrokken. Maar hoe gaat dat? Hoe kom je eraan? Wel, er staat in onze tekst: ik ben zeer vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed. De Heer doet dat. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. De Heer doet dat. Het is geen mensenwerk. Wij zijn geen Arminianen. Wij zijn geen remonstranten. Wij zeggen niet, je moet samen zorgen dat je die jas aankrijgt. Dus zoek het maar uit. Doe maar aan. Kijk naar wat je doen kan. Dat ligt toch wel anders.
Maar hoe gebeurt het dan? Het is het werk van de Heilige Geest, nietwaar? En de Heilige Geest werkt het door het woord. Maar er is ook iets meer over te zeggen. Ik zal u voorlezen uit Openbaring 3, verkort. Ik raad u dat gij van mij koopt goud. Laat ik een stukje leeg. En witte klederen, opdat gij mogen bekleed worden en de schande uw naaktheid geopenbaard worden. Dus er staat, ik raad u dat gij van mij koopt. Goud, beproefd komen uit het vuur, ook die witte klederen. De Heer zegt, ik raad u aan dat u die koopt. Dan koop is een wetmatige onderhandeling. Zelfs als je er niet voor betaalt. Je kunt ook iets kopen zonder geld. Zonder prijs. Als het maar legaal is. Dan wordt het van de ene persoon naar de andere persoon overgeschreven als eigendom. Hoewel er geen geld betaald is. Zo zegt de Heer, ik raad dat gij van mij koopt witte klederen. Ze zijn gratis. En ik raad u dat gij van mij koopt. Dat gij ze wilt hebben. Dat u er heilig in geïnteresseerd in bent. Dat u dat niet negeert. Dat je op zo'n grote zaligheid acht geeft. Een van de meest indrukwekkende versen vind ik Romeinen 13, vers 14. Maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot de begeerlijkheden. Wat staat er? Maar doet aan de Heere Jezus Christus. Ik heb daar een poosje op zitten staren. Wat moet ik daar nou van zeggen? Hoe kan ik dat duidelijker maken? Is het nog niet duidelijk genoeg? Staat hier niet met zoveel kracht. Maar doet aan de Heere Jezus Christus. Ik kan het alleen maar tot het oor brengen. Maar de Heere kan dit tot het hart brengen. Dat is een bevel des geloofs. Dat komt tot alle zondaar, maar ook tot Gods kinderen opnieuw. O, doet aan de Heere Jezus Christus. Die vuile kleding legt ze af, laat ze gaan. Maar dat zijn heerlijkheid en zijn zaligheid u bedekken mag. Doet aan de Heere Jezus Christus. Ik moest ook denken aan de Duitse leerlingen. Daar gaan. Wat over gaat is dat aandoen van de Heere Jezus Christus als een kleed. Is dat iets dat God doet? Is dat iets wat je zelf doet? Of allebei? Of... Duitse leerregels 3-4, artikel 12, het laatste gedeelte. Alzo dat al degenen in wie harten God op deze wonderlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtig wederom geboren worden. En daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil zijn nu vernieuwd, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. De wil van God bewogen zijnde, werkt zelf. Als dan wordt de wil zijn nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens
door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Door Gods genade gaan mensen geloven. Zelf geloven. Daar zijn ze zelf bij. De Heilige Geest actueert ze. Activeert ze. De Heilige Geest geeft dat. Maar de Heilige Geest gelooft niet voor ze. Het is niet zo dat iemand anders voor je gelooft. Zodat iemand anders wil vernieuwd wordt. Iemand anders een ander leven begint te leiden. Nee, van de Heilige Geest bewogen zijnde, nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven. Van God gedreven en bewogen, zeker. Maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Terug naar Romeinen 13. Maar doet aan. De Heere Jezus Christus. Dat is de enige oplossing. Dat is de enige weg om er goed uit te zien voor God. Om door zijn onschuld en heiligheid bedekt te zijn. En zo het jaar uit. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Ziet u dat meteen? Dat is vrolijkheid. Dat is hartelijkheid. De Geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. De zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart en de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen open in der gevangenis. Staat u voor die poort? Bent u door die poort heen? Voel je het pak nog steeds op je rug hangen? Gelooft in de Heere Jezus Christus. En doet aan de Heere Jezus Christus. Mocht de Heere die vrijheid schenken, die ons gepredikt wordt hier in de Bijbel. Hij heeft mij bekleed. Hij doet het. Een mens komt op dat punt niet vanzelf. De Heere maakt gebroken van hart. De Heere maakt verslagen van geest. Maar hij laat de zondaar zelf geloven. Niet waar? Wat oude vrolijkheid. Zeer vrolijk in de Heere. Als het goed is, dan kan er aan het eind van het jaar verdriet zijn. Verdriet om het lichaam, de geest, het huwelijk, de opvoeding, de omstandigheden, het werk, financieel. Zoveel moeilijkheden kunnen ons overkomen. Maar als je hier licht over krijgt en zo het jaar uitgaat, dan valt alles ook zo mee. Dan wordt het ook gerelativeerd. Dan is er toch een grote blijdschap. Grote blijdschap van die blijde boodschap. Om van de Heer dat alles te verwachten. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Hoe gaan we het jaar uit? Somber. Schuldig. Onbekeerd. Onze zaak niet opgelost. Of zeer vrolijk. Of misschien wat vrolijk. Vroeger zeiden ze vaak op de preekstoel. Een vingerhoed is vol. En een emmer is vol.
Ik denk dat veel jonge mensen nog nooit een vingerhoed gezien hebben. Mijn moeder had een vingerhoed. Als ze de sokken stopte, had ze een klein metalen hoedje over een van de vingers. Ik zie het nog gebeuren dat ze zichzelf geen pijn deed als ze de naald doorheen moest steken. Klein, klein vingerhoedje. Maar vol is vol. En als de Heer die volheid geeft aan zijn kinderen, is het nou een kleintje in de genade of verder opgewassen in de genade? De ervaring is dat dit het vol is. De Heer Jezus vroeg eens aan zijn discipelen: wilt gij ook niet weggaan? En zeide: tot wie zullen anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. U hebt alles. Zat alles in hem. Er was nog zoveel meer te leren. Vraag de Heer, kinderen God, om meer van die vrolijkheid. Zeer vrolijk, niet in de wereld, niet in jezelf, maar zeer vrolijk in de Heer. En weet u wat? Als iemand zeer vrolijk is in de Heer, dan wordt de Heer daarmee zo vereerd. Er is geen grotere eer voor God dat een mens zich zeer verblijdt in hem. Hoe meer een zonde zich verblijdt in de Heer, hoe liever dat de Heer het heeft. Gaat dat niet te ver? Is dat niet egoïstisch dan? Mogen Gods kinderen zich wel zo verblijd zijn? Wel, als er een blijdschap is in de Heer, daar gaat het om. Dat maakt het grote verschil. Een blijdschap in de Heer is de Heer zeer aangenaam. Want stel je voor, dat iemand de Heer zou dienen zonder vrolijkheid. Omdat het moet. Omdat het zijn verplichting is. Omdat het zo hoort. Denkt u dat de Heer daarmee verblijd is? Denk je dat de Heer daarmee vereerd is? Als een mens zich, als een mens hem wil dienen omdat het moet? Zonder blijdschap? Zou je zo'n man willen hebben? Die je trouwt? Omdat hij medelijden met je heeft? Maar er geen blijdschap in heeft om je te trouwen? Als hij blijdschap heeft om jou te trouwen, dan ben jij daarmee zeer goed mee. Met zijn blijdschap. Zo is de Heer heilig goed met zijn kinderen. Als ze zichzelf in hem verblijden, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de kleding des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Als het nu waar mag zijn, maak anderen dan jaloers. Vertel je kinderen. Ik moet nu denken aan Corsica. Klein dorpje in South Dakota. Waar ik een zondag preekte. En aan het einde van de dienst, Na de avonddienst kwam het gezin bij elkaar. De kinderen en de kleinkinderen met elkaar psalmen te zingen. Psalters te zingen. En ik vroeg ook aan de oude moeder iets te vertellen over die dingen. En ze heeft verteld uit de volheid van het gemoed verteld. Van het zeer vrolijk in de Heer. Dat haar ziel opbobbelde van zo'n ziedevreugd, zoals ze zei. Ik heb weinig zoveel tranen gezien van die kinderen en die kleinkinderen. Die daar hun moeder en hun grootmoeder hoorden vertellen over die zeer vrolijkheid. Die grote vrolijkheid in de Heer en zijn dienst. En ik weet wel, het is en blijft een woestijn. En veel wederwaardigheden, veel rampen zijn dus vrome lot. Maar toch, dit komt terug. Dit ligt op de bodem van de ziel. Zeer vrolijk in de Heer.
Gemeente, hoe gaat u het jaar uit? Als je terugkijkt. Je vuile kleren, wat ga je daarmee doen? Hoe ga je daarmee om? En dan komt het nieuwjaar eraan. De Heere geven dat je het nieuwjaar mag beginnen met. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn God. Amen.